PSV is maandag begonnen aan een 9-daags trainingskamp in Verbier. PSV-watcher Rick Elfrink is erbij in Zwitserland. Er moet natuurlijk nog het nodige gebeuren bij PSV, maar ja, toch langzamerhand worden de eerste contouren van seizoen 2017-2018 worden toch wel duidelijk. Nou, Derek Lucas sluit vandaag aan. Een belangrijke aankoop voor PSV. Opmerkelijk dat hij toch als centrale verdediger is gehaald. Hè? Want in eerste instantie was toch het verhaal dat Jordi de Wijs de kans zou krijgen. Nou goed, ze hebben nu weer 4 centrale verdedigers in de selectie. Wat op zich prettig is voor trainer Philip Cocu. Lucas is op meerdere posities inzetbaar. Kan eventueel ook als nummer 6 uit de voeten en ook nog als rechtsback. Twee huidige backs vertrekken hoogstwaarschijnlijk deze zomer nog uit Eindhoven. Ik denk dat ze Willems en Arias dat ze die uiteindelijk wel zullen verkopen. Ik denk ook dat het wat lastiger is dan ze vooraf gedacht hadden. Voor Willems is volgens mij wel belangstelling. Maar ja, die was vorig jaar ook al erg kritisch bij het kiezen van een club. Dus je hoort wat verhalen. Galatasaray, misschien wil hij daar niet direct naartoe. Dat kan. Het kan ook best zijn dat hij daar later misschien wel naartoe gaat. Arias, dat verbaast mij een beetje. Ik had eigenlijk verwacht dat hij een van de eersten zou zijn die weg zou gaan. Dat had PSV zelf ook verwacht. Het verbaast mij een beetje dat daar toch weinig rumoer rond is. Zij zullen vervangen worden, dat klopt. PSV heeft op dit moment geen backs die in aanmerking komen voor een basisplek als zij weggaan. Alleen Joshua Brunet is er natuurlijk. Maar ja, Bram van Vlerken blijft in principe bij Jong PSV. Sluit wel aan hier bij het trainingskamp. Maar ik ga er niet vanuit dat hij als vervanger wordt gezien voor Arias.